In een spannende finale heeft Evert Somers zaterdag het biljartkampioenschap van Elsendorp op zijn naam geschreven. In de finale trof hij Henk van den Broek en hij won zijn partij met 22 tegen 18 karambols. Bij restaurant de Keizersberg werden de afgelopen weken de Elsendorpse biljartkampioenschappen gehouden. Met 27 deelnemers werd begonnen en zaterdag bleven er 6 over. Hein van de Wetering, Marco van de Vossenberg, Wout de Vries, Cor van Weem, Evert Somers en Henk van den Broek maakten in 2 pools uit wie finalist zou worden. Henk van den Broek, Van de Vossenberg en Van de Wetering stonden in pool A, Somers, Van de Weem en de Vries in pool B. Na een halve competitie te hebben gespeeld werd bekend wie de finalisten waren en die gingen strijden om plaats 3 en 4 en 5 en 6 zouden worden. Hein van de Wetering eindigde als 6e, Cor van de Weem werd 5e. Marco van de Vossenberg won de kleine finale van Wout de Vries. Evert Somers wist de finale deze keer wel winnend af te sluiten. Vorig jaar verloor hij de finale. Na het in ontvangst nemen van de prijzen werd er nog nagekeuveld door de biljarters over de partijen die gespeeld waren.